Dag, fijn dat u kijkt naar deze video van Art & Leisure. Vandaag vertel ik u graag wat meer over het zelfportret met verbonden oor van Vincent van Gogh. En u zult zien, het toont veel meer dan alleen een man met een rode baard. In september 1889, toen Vincent inmiddels al in de inrichtingen Saint-Rémy zat, schreef hij een brief aan zijn broer Theo. En daarin schreef hij dat het moeilijk was om jezelf te kennen, maar dat het evenmin gemakkelijk was om jezelf te schilderen. En toch had hij dat al meermaals succesvol gedaan. We kennen van Vincent uit zijn hele carrière maar liefst 39 zelfportretten, zowel geschilderd als getekend. Dit specifieke zelfportret dateert van januari 1889. Hij maakte het vlak nadat hij thuis kwam van een periode in het ziekenhuis. Hij was daar beland doordat hij zijn linkeroor ervan af had gesneden, op 23 december van het jaar daarvoor. Hij deed dat na een woordenwisseling met deze man, met Paul Gauguin. Paul Gauguin was een kunstenaarsvriend van hem en hij had groot respect voor hem. Hij wilde graag, samen met Paul Gauguin en een aantal andere kunstenaars, het atelier van het zuiden opzetten. Het was zijn grote droom. Hij bedacht dat de kunstenaars bij elkaar zouden wonen en werken in het gele huis aan de Place Lamartine in Arles. En dat dat werk wat ze daar maakten dan verkocht zou worden door Vincents broer Theo, die kunsthandelaar was. Uiteindelijk kwam geen van die vrienden, behalve Gauguin. Maar Gauguin had Theo als kunsthandelaar en Theo wilde graag dat de droom van zijn broer uit zou komen. En dus stimuleert hij Gauguin een beetje om naar Arles te gaan. Hij zou hem zelfs wat ervoor betaald hebben. Hoe het ook zij, eind oktober 1888 arriveerde Paul Gauguin in Arles en hij betrekt inderdaad het gele huis. Hij gaat daar samen wonen en werken met Vincent. En ze voerden verhitte discussies, onder meer over de aard van kunst en wat goede kunst dan eigenlijk is. Vincent geloofde erin dat je moest werken naar de natuur. Je moest schilderen wat je zag. Gauguin daarentegen pleit voor werken uit je hoofd, vanuit je verbeelding. En dat zijn uiteraard twee onverenigbare opvattingen over kunst. Daarnaast hadden ze onverenigbare karaktertrekken. En we zien dan ook dat in die periode Vincents geestelijke toestand eigenlijk steeds verder verslechtert. En als Gauguin helemaal zat is en in december tegen Vincent zegt dat hij Arles zal verlaten, dan barst de bom. Dat is het moment dat Vincent zijn linkeroor ervan afsnijdt. Gauguin vertrekt daarna weer naar Parijs. En Vincent moet naar het ziekenhuis. Het is het einde van de droom van het atelier van het zuiden. Als hij dan weer terugkomt in Arles, is de situatie behoorlijk veranderd. De mensen in Arles vertrouwen hem simpelweg niet meer. Ze noemen hem Le Fourou, de rode gek. En hij had nogal wat zorgen ook natuurlijk over zijn eigen mentale gezondheid. En dat is ook wat we in dit portret terugzien. Hij toont zijn kwetsbaarheid. Maar daarnaast, als we naar zijn ogen kijken, zien we ook kracht daarin naar voren komen. En dat blijkt ook uit een brief die hij in die periode aan Theo schrijft. Hij schrijft dat hij goede hoop heeft, maar dat hij zich wel nog zwak voelde en wat onzeker en angstig. En dat komt hier allemaal in terug. En dit is de manier waarop Vincent zijn portretten schilderde. Ook zijn zelfportretten. Hij geloofde erin dat een portret meer moest weergeven dan alleen het gelaat van de zitter, van de geportretteerde. Hij had zelfs een beetje een hekel aan foto's. Die waren doods en die waren zieloos, naar zijn mening. Maar we kennen van Vincent ook maar één foto en dat is deze. Hij geloofde erin dat je de gemoedstoestand van mensen moest kunnen zien. En hij wilde dat weergeven op doek door middel van specifieke kleuren. En door dat kleurgebruik kon hij ook de gemoedstoestand van de zitter
overdragen op ons als toeschouwer. Hij had dat al meermaals gedaan, ook bij zijn zelfportretten. De meeste van die zelfportretten maakte hij in Parijs, 25 in getal. Hij maakt daar zo ontzettend veel zelfportretten, of zoveel zelfportretten in het algemeen, omdat hij een model nodig had en hij was zelf altijd voorhanden. En het is ook een perfecte manier om te experimenteren met nieuwe technieken en met nieuwe kleuren. En in Parijs maakte hij dus heel veel zelfportretten. En dit is de allerlaatste. Parijs was geen goede periode voor hem. Het was te druk in de stad. Het was niet goed voor zijn hoofd, voor zijn geestelijke gesteldheid. En dat zien we hierin ook terug. Toen hij dit portret geschilderd had, schreef hij in een brief aan zijn zuster Wil dat hij er ontredderd uitzag en triest. En later ging hij nog een stapje verder en noemde hij het somber en het gezicht van de dood. En toch, als we kijken naar wat er voor de rest in dit portret gebeurt, zien we dat Vincent zich profileert als een moderne kunstenaar. Hij is aan het werk. Het doek waaraan hij werkt staat op de ezel voor hem. En in zijn handen heeft hij een palet. En daarop zitten verschillende felle kleuren, vaak onvermengd. En al deze kleuren gebruikte hij in dit portret. Deze kleuren zijn de kleuren die ook gebruikt werden door de kunstenaars van die tijd. De avant-garde. En zo zet hij zichzelf in diezelfde lijn. Vlak nadat hij dit schilderde, ging hij naar Arles. En daar zoekt hij dus naar dat atelier van het zuiden. En als hij dan terugkomt uit het ziekenhuis na het oorincident, dan schildert hij dit. En dit is ook een kunstenaarsportret. Ook hier profileert hij zich als kunstenaar. Ja, hij is kwetsbaar. Maar hij was ook krachtig, wat we net al zeiden. Links naast hem ziet u immers wederom een schildersezel. Er staat een ogenschijnlijk wit doek op. Maar als u goed kijkt, ziet u daar heel vaag nog wat lijntjes op. Hij is dus aan het werk. Hij wil het pad van het kunstenaarschap weer oppakken. En aan de rechterkant naast zijn gezicht zien we aan de muur een Japanse prent. Die zo'n grote inspiratie voor hem was. We zien hier een prent uit zijn eigen collectie. Met 3 geisha's erop. Die prent zal waarschijnlijk een referentie zijn geweest aan de utopie van het zuiden. Het was immers de reden om naar het zuiden te gaan. Hij wilde naar de Provence om zo dicht mogelijk bij Japan te komen. Te zoeken naar natuur. En rust. En zoals hij in een brief aan Theo schreef, je kunt niet Japanse kunst bestuderen zonder veel vrolijker of veel gelukkiger te worden. Op het moment dat hij dit schildert, wil die kunstenaar blijven. En wil die doorgaan met werken, ook al voelt hij zich nog wat kwetsbaar. En zo toont het portret dus veel meer dan alleen simpelweg een man met een rode baard en een bandage om zijn oor. Toch moest hij een aantal maanden later, in mei van dat jaar, bekennen dat hij het niet meer alleen aankon. Hij verliet Arles en ging naar Saint-Rémy en checkte zichzelf daarin in de inrichting van Saint-Paul-de-Mozol. Uiteindelijk zien we dus bij Vincent veel portretten met een verhaal. En ik hoop dat u genoten heeft van dit verhaal. Dank u wel voor het kijken. En mocht u nou geen enkele video willen missen, abonneer u dan op dit YouTube-kanaal. Heel graag tot een volgende keer.